Ja, hoi, welkom bij mijn piepshow. Hier praat ik elke week met jou over seks, liefde en je lichaam. Heb jij nou een vraag, laat het me weten, want misschien zoek ik het wel voor je uit. En als je dan toch bezig bent, abonneer gelijk. Dan blijf je op de hoogte. Hartstikke leuk. Vandaag hebben we het over een onderwerp waar ik zelf iets minder van af weet. Maar ik ga je er 100% bij helpen. Het gaat over masturberen voor mannen. Sneller, trekken met die handen. Perineum incantatem. Trek langzaam je broek uit. Ja, jullie kunnen zelf ook wel zien dat ik niet de uitgewezen persoon ben om het te hebben over masturberen. Aangezien ik geen dik heb. Ja, dat is heel jammer. Maar ik kan er ook niet veel anders van maken. Laten we maar snel gewoon naar onze experts gaan. Want ik heb jullie natuurlijk gevraagd hoe jullie dat dan doen. En ik ga je 3 tips geven. Maar eerst, wat zijn jouw ervaringen met masturberen? Hallo. Hallo. Zeg, masturbeer jij wel eens? Zeker. Sure, zeker. Ja, zeker. Oké, je hebt er zin in. Ja. Want wanneer was de eerste keer dat je ooit masturbeerde? Ik denk dat ik 12 was. Ik denk 15. Hoe vaak dan? Ik denk zo'n 3-4 keer per week. 2 à 3 keer per week. Ik doe het vaak om de dag. En fantaseer jij dan altijd? Of kijk je porno? Wat doe je? Soms fantaseer ik wel eens. Dan bedenk ik gewoon wat in mijn hoofd en dan ga ik. Nou, porno. Oh, gewoon gelijk voelen aan porno. Ja. En soms kijk ik ook gewoon porno. Dat doe ik net alsof ik diegene ben. Maak jij er een momentje van als je masturbeert? Ja, gewoon even ontspannen. En vooral als je druk hebt of wat dan ook, dat je even kan aan het luchten. Ja, weet je, je kan het heel snel doen in een paar minuten. Of je kan het lekker de tijd voor nemen, een beetje glijmiddel erbij. En dus je kunt variëren. Waar laat je dat sperma? Buik. Op je buik? Ja. Ik heb in mijn kast, noem het, fabdoekjes liggen. Op een handdoek bijvoorbeeld. Wat is jouw gouden tip voor alle masturbeers out there? Gewoon experimenteren. Doe het niet te snel, doe het lekker langzaam. Dan is het klaarkomen veel lekkerder. Experimenteer ermee en geniet ervan. Do your thing. Do your thing! Woehoe! If you want to do my thing, moet je even naar de link in de beschrijving van deze video gaan. Dan kan je aanmelden, dan kom je hier ook te staan. Wij gaan door naar de tips. Niet alleen in de penis zitten zenuwuiteinden. Ook plekken rondom de penis zijn super gevoelig. Als een man opgewonden raakt, kunnen de ballen zelfs met 50% groeien. Daarom tip 1. Neem niet alleen de penis mee tijdens het masturberen. Als je met je toverstaf aan het spelen bent, vergeet dan niet dat er nog andere magic tricks zijn om jouw masturbeersessie beter dan ooit te maken. En bij gebrek aan een penis tover ik uit mijn hoed Testicle Impala. Kijk eens aan. Hartstikke mooi. 2 ballen, speciaal voor Emma. En wat zo leuk is aan deze testicles, is dat ze eigenlijk net zoveel zenuwuiteinden hebben als je penis. En smaken verschillen, maar ik heb van velen horen zeggen dat als je aan je ballen trekt tijdens of voor het klaarkomen, dat dan nog intenser orgasme kan opleveren. Dus vergeet vooral je ballen niet. Maar er zijn nog meer trucs die toegepast kunnen worden. Namelijk olie perineum. Zo, dat is de eerste. En perineum incantatem. Zo, dat allemaal in die hoek past, joh. Bizar. Dan denk jij, perineum? Huh? Wat is dat? We hebben het toch over aftrekken en zo? Wat de hel? Nou, perineum gaat je helpen bij die sensatie. En ik zal even laten zien waar het perineum zich precies bevindt. Het is eigenlijk het stukje niemandsland tussen je ballen en je anus. En met de juiste olie, hier heb je er toevallig eentje staan, kan het een intense prikkeling en aparte sensatie opleveren die je misschien nog nooit eerder hebt gevoeld. Wil je deze prachtige, ingelijste perineum naast je bed hebben staan? Dat kan. Laat even in de comments weten waarom je deze zo graag wil. En misschien staat hij binnenkort wel op je nachtkastje. Hartstikke leuk. In 95% van de gevallen kun je voorspellen met welke hand een man masturbeert. Simpelweg door te kijken naar met welke hand hij een augurkenpot opent. Ja, let maar eens op tijdens het eten. Tip 2. Probeer het eens met je andere hand. Maar waarom, vraag je je waarschijnlijk af. Dit heeft alles te maken met het gelukshormoon dopamine. Dat maakt je brein aan als je geluk ervaart door bijvoorbeeld porno te kijken. Maar je brein wil er steeds meer van. Daarom werkt het bijvoorbeeld om steeds heftigere porno te kijken. Maar wat ook werkt, is om bijvoorbeeld eens een keer je andere hand te gebruiken. Ben je altijd linkshandig? Gebruik dan een keer je rechterhand. Of andersom, weet je. Het maakt wat dat betreft niet zo heel erg veel uit. Wat belangrijk is, is om gewoon verandering aan te houden. En dat kan je doen door bijvoorbeeld af te trekken. Of bijvoorbeeld heel erg snel.
Of bijvoorbeeld een keertje een andere setting te creëren voor jezelf. Trek je altijd af in je kamer? Ga een keer naar de badkamer. Doe het in de schuur. In Nederland bestaat de top 3 zoektermen op de populairste porno-sites uit Dutch, lesbian en MILF. Op nummer 11 staat de term JOI, J-O-I. En dit staat voor Jerk Off Instruction. Iets minder bekend, maar zeker niet minder aan te raden. Tip 3, masturbeer op Jerk Off Instruction video's. Geef 8! Ja, hallo soldaten, welkom bij de Jerk Off Instructions. Het is een dame of een heer aan wie jij je voorkeur geeft, die jou vertelt wat je moet doen tijdens het aftrekken en je er op een hele sensueel geile manier doorheen lult. Hartstikke leuk om een keer te proberen. Wat je ook kan doen, is je vriend of vriendin vragen of hij of zij zo'n video voor jou speciaal wil maken. Zorg dan wel even dat het hoofd buiten beeld is. Hashtag geen hoofd, heel belangrijk. Maar op die manier kan je het spelletje wat specialer maken. Vooral als je een relatie hebt waarin jullie ver uit elkaar wonen. Deze video's kun je overal op het internet vinden. Op YouTube, maar ook op porno-sites. Maar hoe ziet zo'n video er dan precies uit? Daar ga ik je alvast even een voorbeeldje van geven. Goed luisteren en kijken. Voorwaarts, mars! Vanaf nu mag je alleen nog maar naar mij luisteren. Wanneer ik zeg dat je je penis vasthoudt, hou je hem vast. Voor nu, trek langzaam je broek uit. Dat is stap 1. Is hij uit? Ik wil nu dat je langzaam met je vingers gaat spelen met je ballen. Kun je dat? Laat eens even zien dan. Zijn we klaar voor de volgende stap? Of toch niet? Sneller, sneller! Trekken met die handel! Ik zei nog, gebruik het Pyreneeum! Je moet smeren met die massageolie! Smeren en kietelen! En vergeet die ballen niet! 50% groter, mensen! 50%! Dat zijn niet zomaar getallen! Serieus! Knijpen! 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 En vergeet niet te abonneren en te liken. See you next time. Doei!